Yo, kijkers van Online Games, een hele goede middag. Van hartelijk welkom terug bij de belangrijke returnwedstrijd tussen Roma en Feyenoord. Er moet na 90 minuten of 120 minuten een winnaar uitkomen. Wie dat wordt, geen idee, maar we zullen het zien tussen Roma en Feyenoord. Dit is dus de returnwedstrijd. En ik ben heel benieuwd wie dat gaat winnen. Ik hoop Feyenoord. Dus dit is de return, hele belangrijke wedstrijd. Ik denk ook voor Feyenoord een hele moeilijke wedstrijd. Omdat je speelt natuurlijk uit, dus dat is altijd lastig. Oké, okay, de keeper zat er wel heel dichtbij, zie je dat? Ik ga nog één keer proberen, kijken wat er gebeurt. Goed. Return wedstrijd. Het zonnetje schijnt, de temperatuur is aangenaam en de grasmat voor de mooie voetbalmiddag die hier over enkele minuten van start. Feyenoord heeft natuurlijk al hier gespeeld voor Lazio. Officieel ben flink van verloren. Mijn naam is Sier de Vos en naast me zit collega Jeroen Gruter. En er wordt hier in deze returnwedstrijd gestreden om een plek in de volgende ronde. Kortom, genoeg mooie. De halve finale staat op. Ik moet zeggen dat ik heel benieuwd ben naar deze wedstrijd. Die eerste wedstrijd tussen deze twee liep uit op een gelijkspel. En het lijkt erop dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Ik reken 3-3 eindigt het. Opnieuw op doel. En hier zal het na 90 minuten of 120 minuten een winnaar. Zo niet, dan gaan we verder aan penalties. En zoals we vaker hebben gezien van dit team, kunnen we ook vandaag Patricio een speelstijl verwachten die erop gericht is. Ibanez, Smalling, Mancini. Je krijgt dan over het hele veld. Spinazzola, Cristiano, Wijnaldum, ja. Zalewski, Pellegrini, Dybala. En dan hebben we hier Abraham. Precies dezelfde opstelling als gisteren. Deze ook Bijlo. We kijken naar de basiself. Wachtman, Hanko, Geertruida, Pedersen. Oké, als we nu even naar de opstelling kijken. Kutju, Szymanski, Liefer. En voorin staat Idrissi, Jiménez en Johan Bax. Nederlands systeem, hè. Vier verdedigers, drie middenvelders, drie aanvallers. En natuurlijk veel gebruik maken van de vleugels. Ah, de sfeer vol hier, hè. Maar Rome Feyenoord begonnen. Feyenoord is afgetrapt. Feyenoord natuurlijk in de uitkleuren. Terwijl in het blauw, lichtblauw is het. Ze mogen inwerpen. Mancini. Paolo Dybala. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Pedersen. Alireza, Jahanbakhsh. Jahanbakhsh. En dit is een goede kans. En dat is buitenspel. Eigenlijk moeten we dit gewoon niet inspreken. Deze bal had erin gemoeten. Ja, en dan is het nu gefloten voor buitenspel. Maar het blijft toch wel heel armoedig hoe er met deze kans wordt omgesprongen. Buitenspel dus. Dus gaat het helemaal niet door. We gaan eens kijken wat deze speler vandaag kan bijdragen. Nou, wat verwacht jij van hem? Deze speler heeft 3 keer gescoord in de afgelopen 3 wedstrijden. Dus een goal vandaag zou niemand verbazen. Niemand komt er achteraan. Daar is ondersteuning van een teamgenoot. Een hele goede ingreep, maar wel een hoekschop. 10 minuut. Hier dan de hoekschop van Dybala. En zo is het de 1-0 voor Rome. Staat de 1-0. Ja, dit is een gelukje. Fijn dat kijkers weer op een achterstand. We hebben natuurlijk gisteren gezien dat ze dat toch wel heel knap kunnen weg. Hier zat er iemand. Waar? Ja, ik kreeg hem net niet goed weg, denk ik. Mancini scoort. En binnen 10 minuten staat het de 1-0 voor Rome.
En nu moet Feyenoord daar. Brian Cristante. Als het echt 2-0 wordt, dan is het echt weer heel moeilijk om terug te komen. Maar wat had Chris gezien dat het eigenlijk is wel te doen. Maar we zullen het wel zien. En dit is een goede kans op 1-1. Met iets meer nauwkeurigheid. Maar die komt er niet. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Fijn, dat staat er echt bovenop. Brian Cristante. Om ervoor te zorgen dat Rome geen kans kan maken. Paulo Dybala. We staan wel voor. Uit een standaard situatie. De bal veroverd. Dat is wel zo. Daar is hulp voor de aanvaller. Oh, hij gaat er langs. Ja, en dan is het geen. Keeper komt. Dan is het doel leeg, maar wordt hij weggekopt. Omdat hij ook veel te zacht was. Uitstekend. En balverlies. Dat Feyenoord wat meer mee moeten doen. Nog 70 minuten te gaan nog. Die counter afmaken. De counter leek gevaar, maar het eindigt niet zoals ze voor ogen hadden. Ja, nu moet hij gestoken worden. En dit is geen buitenveld. Siminski, het is niet 1-1. Hoe is dit nou mogelijk? Vrije trap op een interessante positie. Dit is de volgende grote kans voor Feyenoord. Zo heeft Feyenoord de grootste kansen gehad. Of het nog grotere kansen gaat krijgen, dat weet ik dus niet. Maar hij gaat het proberen. Tuurlijk. Probeer ze die vrije trap op doel te krijgen. Een cadeautje voor de keeper. Feyenoord met het balbezit. Wie loopt er mee? Niemand, ja. Prima aangenomen. Simanski. Hij is een directe tegen. Simanski gaat het proberen. Maar Patricio, goede redding. Balkom voor het doel. Dit ziet er gevaarlijk uit. De bal wordt weggewerkt en dat wordt een hoekschop. Een goal nog. En die wordt bijna een echt doel gekopt. Oh nee, nog steeds gevaarlijk. Die wordt bijna een echt doel gekopt hoor. Daar kwamen ze heel goed mee weg. Simanski, het is 1-1. Nu is het een shitterende goal. Staat het dus 1-1. En dit is een terechte goal. Ja, deze actie. Moet je nou toch kijken. We zijn natuurlijk wel iets van hem gewend, maar het is toch elke keer weer genieten. Shitterende goal. Als hij zijn man voorbij gaat. En dan gaat de bal er ook goed in. Simanski scoort 1-1. Kijk die goal, via de lat gaat hij erin. Een gelijke stand van 4-4 over twee duels. Wat ik zei, er moet een winnaar komen in deze wedstrijd. Dat is correct. Zo niet, als het gelijk blijft, gaan we gewoon door. Niet meer aan de bal na die tackle. Uitdoelpunten tellen niet meer dubbel. Wat gaat hij nu doen? En nu is het 2-1 Feyenoord. Feyenoord leidt. Dit is al heel snel. Rome stond 20 minuten dik voor. Dik 20 minuten stonden ze voor. En nu staan ze kijken naar een achterstand. En van kracht. Want Jimenez maakt er 2-1 van. Vijf tegen vier is de score momenteel.
over twee duels gerekend. De vraag is, kan Feyenoord de wedstrijd nu uitspelen? Kijk eens, bezig aan een fraaie dribbel richting goal. Voorzet, is de voorzet de goed? De voorzet wordt gesmoord. Hij heeft geel. Dit zou iets kunnen worden. Heeft hij dan een kaart, dat weet ik dus niet. Hoe de ploegen zijn dus echt aan elkaar gewaagd. Hij onderschept de bal. Hier is het goed verdedigd. Hij moet uitkijken dat hij niet met nog een kaart kan, want dan gaat is er natuurlijk een rode kaart. En die kan de uitkomende keeper makkelijk er pakken. Er zat nog een speler van Roma ertussen. Wijnaldum. Paulo Dybala aan de bal. Ja, nu kan er een counter komen. Deze counter, ja. Goed gehandeld. Ze zijn de bal kwijt. Zo begint het wat fout bij Roma. Dan gaat Feyenoord ach uitkomen. Het is een goede kans en die gaat er overheen. Maar ze zijn gewaarschuwd. Geweldig om te zien. Een prachtig stijlvorm in de voetbal. Zo'n snelle counter. Zo is Feyenoord sterker in deze wedstrijd. De tegenstander zal echt goed moeten opletten, want de volgende keer is het waarschijnlijk wel raak. Oh, dat is een fout. Wat een fout. Wat een ongelofelijke fout. 1-3. Een fout van Rome. Een keeperfout noemen we dat. Het staat 1-3. Een ongelofelijke fout. Misschien dat ze dachten dat de wedstrijd al was afgelopen ofzo. Want hier, hoppatee. Waar is de keeper? Die speler kan zo toe aflopen. Niemand doet iets. Een fout. En keihard afgestraft. 1-3. En Roma moet er binnen 45 minuten 2 maken. Daar is de duel meegerekend. Staat het nu 6-4. En dan is voor iedereen hier de rust aangebroken. Een enorme fout voor rust. Van Rome wordt gewoon keihard afgestraft door Feyenoord. Zo staat het rust 1-3. Dit was natuurlijk de 1-0. De standaard situatie. Kijk hier. Maar ja, hij krijgt hem wel, maar net niet goed genoeg. 43-57, 2 op 10. Verwachte doelpunt 0,33, 0 passes. Tackles. Geluk tackles. 3 op 2. Reddingen 2 op 0. Training 1 op 1. Ja, zo gaat het ook wel een beetje gelijk op, maar ja. Door een fout van Rome staat het wel 1-3. Het fluitsignaal voor de tweede. En dus moet Rome er 2 gaan maken. Olympiek. Laten we dat niet hopen. Ze passen de bal en werken aan de opbouw. Idrissi. De bal zeilt hoog over het doel. Ik wil zeggen, ga je toch niet voor de tweede keer een fout maken, hè? Dat je dat flikt, hè, hoor. Pellegrini. Alleen de doelman naar voor zich. Ja, buitenspel. Dat paasje, toch te laat. Is dit inderdaad? Ja, dit is inderdaad buitenspel. Zit ook niet veel, want er stond nog een fijne bijna met een gelijk, maar uiteindelijk is het inderdaad buitenspel. Idrissi. Er zijn heel wat mensen daar voorin aan. Fijn, komt er wel met Couture met die goal. Bijna. Lekker geprobeerd, heerlijk geprobeerd. Connor. De bal wordt voor het doel gebracht. Ik ben ook van richting veranderd. Nodig om die bal te pakken. Tammy Abraham. Oh, dit gaat gevaarlijk worden. Dit gaat gevaarlijk. En hij wordt onderuit gehaald. Is dit dan geen rode kaart?
Pellegrini wordt onderuit gehaald. Dat is geel dus. Een gele kaart. En ik denk dat die speler daar helemaal niet over mag klagen. Ja, bepaald niet. Nee, want het leek me toch een doorgebroken speler. Ja, maar kennelijk ziet de Ja, hij bespeelt wel de bal. Nou, als verdediger kom je hier dan prima mee weg. Hij bespeelt wel de bal. Maar wel van achter. Dus ik denk dat geel, ja, inderdaad goed was. Gaat hem schieten. Wat een heerlijke vrije trap zeg. En van zo ver, vanaf de parkeerplaats. Ja, dat scheelt weinig. Geertruida. Nou ja, die poging vliegt er bijna in. Feyenoord moet nu in ieder geval de wedstrijd gaan uitspelen. En een offensief van de Rotterdammers. Oh ja, en de aanval onschadelijk gemaakt. Nog iemand tussen. Het is Feyenoord heeft nog altijd de bal. Feyenoord benut die ruimte goed en rukt op over de vleugel. Voorzet weggewerkt. De twee met Feyenoord een gele kaart. Pellegrini. Dybala kan verder. Want voordeel, de scheidsrechter geeft maar voordeel. Toch. Blijkbaar te floten. En zo mogen ze dus toch een vrije trap. Zo gaan toch die gele kaarten eruit halen. Er is een wissel in voorbereiding. Ik wil niet geen risico gaan lopen. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Paolo Dybala. Rome jaagt op de aansluitingstreffer. Nog een half uur te gaan. Jan Baks. Daar op de vleugel zien we de ruimte. Spinoza wordt geveegd. Dat kan wel eens een kaart worden. En nu geeft ze wel geel. Ja, als je al gewaarschuwd bent, dan kun je dat verwachten. Ja, inderdaad, dan heb je weinig te klagen natuurlijk. De scheidsrechter was het zat. Hij pakt het gewoon nu goed aan. Dan ga je geel aan. Zo graag wat knoes. Trouwens eisen dat hij schiet. Een verrassend genomen vrije trap. Maar die keeper steekt er een stokje voor. Ja, die had het tijdig in de smiezen. Idrissi haalt hij dit. Dit haalt hij, ja. Idrissi. Hoek wordt lastig. Stuit. Nee. Is toch wel erg moeilijk voor de doelman. Ja, en dan belandt de bal gewoon in de handschoenen van de doelman. Ik denk dat hij zelf ook wel verbaasd is, hoor. Van zo dichtbij. Een vrije trap voor de Rotterdammers. Geertruida. Szymanski. En nu wordt het oppassen. Die tackle zet hem van de bal af. Pellegrini. Ze gaat hij eigenlijk zelf voor. Het is geen overtreding. Paolo Dybala. Dybala. En daar eindigt de aanval. We hebben nog 20 minuten te gaan. Zodat Roma eigenlijk niet echt op, en ze kan bijna op 1-4 terechtkomen. De 1-4 hangt meer in de lucht dan de 2-3 hoor. Hartman. Kijk hier, weer een kans. Een fijne duik. Het had even bewaard, maar dan komt nu Timber krijgt geel. En dan ruikt. Komt de hoek. Corner is hard. Och, storten gedaan. Hij gaat het proberen, is dat geen hands? Dat zag er best gevaarlijk uit, maar valt mee. Paolo Dybala. Nu zouden ze best kunnen counteren. Dat is zijn tweede gele kaart. Tweede gele kaart. Is dit niet te zwaar? Hij komt ook steeds in de situatie dat hij moet ingrijpen. Ja, vind je dit nou gele kaart waard? Ik vind van niet. Maar volgens de scheidsrechter wel. En dus gaat Feyenoord verder met 10 man. Maar er komt hulp aan. Vooral als er een Paolo Dybala moet nog weggewerkt zien te worden. Jimenez, is dit geen buitenspel? Oh, wat is dit? Veel te veel naar voren gespaald. Wijnaldum. 10 minuten nog. Nu snel eruit komen. Om het eruit te halen. Hij moet, als je moet, dan moet je. Oh, dit is wel
Heel zwaar. Een overtreding. Geel, oh. Zegt de scheidsrechter. Strafschop dus. En hij krijgt dan nog een gele kaart. Cadeau. Ja. Wel een penalty. Er wordt de speler gewisseld. Bijlo. Zat er heel dichtbij en nu wordt het heel moeilijk. Heel spannend, dat ook. Nou, perfect binnengeschoten. Heel nauwkeurig, laag in de hoek. De doelman zit er wel enigszins in de goede richting. Het staat 2-3. Doe je heel blij. Feyenoord staat wel nog voor. Wat een doelpunten. 6-5 inmiddels over twee duels. Dankzij een fout van de doelman staat Feyenoord op dit moment voor. Op eigen helft rond te laten gaan bij die voorsprong. Feyenoord moet nu niet gaan hangen op het eigen elf. Gewoon eigenlijk goede actie. Het spel het blijven spelen. Dus niet zeg maar terugspelen. Szymański. Dat is een fraaie actie. Szymański en dan is het klaar. Ja, 2-4. Nummer 3 hangt alweer in de dip. Een hat-trick. De 85ste minuut, 86ste minuut, staat het dus 2-4. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. En zo scoort Feyenoord 4 keer in Rome. Op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel makkelijk. Kijk, hup. En dan zit hij in een netje. Nou, genoeg te genieten vandaag. Het staat 4-2. Zo leek het daarop dat Rome nog ging duwen trekken voor die 3-3. Maar dit komt er niet aan hier. Zat keeper mis. Een dreigend moment en... Oh nee, toch niet. Ruimte voor de counter. Dat was bijna ook misschien 3 minuten extra tijd. De vierde official geeft aan dat er 3 Feyenoord dus na de halve finale. Kijk of AZ daar kan met Conference League. Paulo Dybala. Deze paas wordt onderschept. Half minuut nog. Komt er een doelpunt aan? Gefloten voor het buitenspel van je handbaks. Extra tijd zit erop. Vrijt maar af, inderdaad. Feyenoord naar de halve finale. Hun team gaat door. En met uiteindelijk dus een heel klein verschil zijn ze erin geslaagd. Dan hebben ze revanche van de verloren Conference League finale helemaal recht gezet. We hebben een spannende strijd gezien. Maar uiteindelijk hebben ze hun doel bereikt. En dat moet vertrouwen geven. Twee vier. Was dat natuurlijk de eerste doelpunt, maar vanavond, ik doe vanmiddag dadelijk om 3 uur als het goed is. In totaal 5-7. Wauw. Dat was het dus in ieder geval. Dan zien we om 2:30 AZ Anderlecht. Hopelijk zijn jullie echt daar ook in die verpleegkundigers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot vanmiddag bij de return wedstrijd van de Conference League tussen AZ en Anderlecht. En jongens, mazzel!